Dames en heren, en leuk dat jullie kijken naar Budget Food. En vandaag gaan we terug Budget Food maken. Nu, het is eigenlijk een beetje echte Budget Food. Oh, ik loop tegen de kast. Maar ik heb kip uit mijn diepvries gehaald. Dit had ik hier ook nog staan in mijn kast. En altijd kijken naar de datum. Die is nog goed tot volgend jaar ergens hier. Zoiets ongeveer. Misschien zien jullie het wel. Maar goed, dames en heren. En dan heb ik ook nog dit een keer gekocht in de Chinese winkel in Antwerpen. Ga je eens een keer maken. Dus nu vandaag gaan we dat maken. En natuurlijk ook, jullie zien het, champignonnetjes. En als pijnlinkertje heb ik ook nog dit. Altijd lekker. En de plaatslitter lijst hier kost dat €1,20. Dat is iets goedkoper dan gewoon kruidenkaas. Dus daarom koop ik dat. Het is wel iets minder van kwaliteit. Maar goed, het is wel mega lekker. Normaal ging ik champignonsoep maken, maar het probleem was, het is een beetje te duur voor de soepgrondjes en ik heb geen plaats meer in mijn diepvries, anders ging ik nog prei kopen, maar doe dat niet, want met champignon alleen vind ik dat niet lekker. Dus, eitjes heb ik hier wel nog. Dus, wat gaan we dan doen? Dan heb ik gezegd van ja, we maken geen soep, we gaan gewoon hoofdgerecht maken. Dus ja, bij deze kan ik het doen. Ik heb hier kip, champignons, noedels, kokosroom, eigenlijk kokosmelk, kruidenkaas, misschien dat ik dat nog ga gebruiken, wie weet, en uiteraard warm water. Niet vergeten dampkap aan te doen, altijd belangrijk. En er zit hier ook nog een leuk zakje bumbuma saus en chili saus in. Geen idee hoe dat smaakt, maar we gaan dat toch een keer proeven. Misschien staat ons mond wel in brand, dus bij deze. Voilà. Nu is het wachten totdat het kookt. Alleen totdat het goed is, want het kookt al, maar we moeten wachten totdat het goed is en dan gaan we verder. Wat gaan we ondertussen ook nog doen? Dat is onze kip bakken. En boter heb ik niet. En waarom is dat? Omdat dat nooit opgaat. Dus ik gebruik arachideolie. Zoals jullie zien, arachideolie. En we gaan daarmee mijn kip bakken. Here you go. We gaan nu toch wel een keer proeven dat ze lekker zijn. Oh ja. 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 Ze zijn lekker, ik ga ze afkieten. Zo, dames en heren, de olie heeft goed warm nu. Nu gaan we bakken. Zoals jullie zien, op de kip heb ik geen kruiden gedaan. En waarom is dat? Omdat ik achteraf alles ga bijkruiden. Voilà. Nu, we gaan een keer de kip tonen aan jullie, dames en heren. En de kip, die ziet er heel smakelijk uit. Maar, hoe kun je eigenlijk weten dat die goed is? Ik weet op gevoel dat die goed is. Dat weet ik. Maar als je echt wil weten dat de kip goed is, dames en heren, snij die gewoon in twee. En dan weet je dat hij goed is. En ik ga dat een keer bewijzen over. There you go. Dan zijn jullie wel benieuwd. Kijk eens aan. Wat zei ik tegen jullie? Waar is mijn camera? Ah, hier dus. Zie je? Dit is het resultaat. Bij deze, ideaal, perfect. Dan gaan we champignonnetjes bakken. Hop, 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 hop. Op de plank. Volgende champignonnetjes hierin en de pan. En als ze maar goed bakken, dat is niet erg, he. Dat zijn diepvries champignonnetjes en dat scheelt 50% dat die goedkoper zijn. Zijn die beter van kwaliteit? Ja, misschien wel, maar goed. Ja, mijn vuur is wel een beetje vettig, maar dat komt omdat het vet overal rondgespat heeft. Dus dat wordt keuze straks. In champignons zit er altijd keiveel water. Dus als je champignons wilt bakken, hou er rekening mee dat er heel veel water in zit. En nu zit er nog meer water in natuurlijk. Omdat je omdat mijn champignons in de diepvries komen. Dus bij deze.
We gaan die een keer goed laten koken en ondertussen gaan we beginnen bakken. We gaan die terug op het vuur zetten. Voilà. En ondertussen gaan we ook dit hier openen. We gaan die zo openen. Hop. Hop, hop, hop. En... ah, dit hier is ook in orde. Gaan we daarin doen. Hop, hop, hop. Alles erin. Want van smaak zit daarin, van de kip en van de champignons en dergelijke. En koken maar. We gaan ook een beetje roeren. Straks gaan we daar de kip bij doen. We gaan eerst een beetje roeren in de pot. Misschien wel een beetje veel saus, maar dat komt dik in orde. Dat is namelijk curry. En look heb ik hier ook nog ergens staan. En look. Ik heb ondertussen ook al nieuwe look gekocht, want ja, die is ook bijna op. Je moet niet gierig zijn op de look. Hop, 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 hop. Dat gaat mega lekker worden. Dat ook lekker ruiken. Lief vindt dat lekker. Als je dat doet, als we zeker een klein tipje wilden hebben, rook eten. Dat is de boodschap. Dan gaan we roeren. Roeren in de pot. Roeren, roeren heel de dag. Blij zijn dat je roeren mag. Ja. Het is eigenlijk... ja, zou ik zeggen, een noedelsoepje achter dat ik aan het maken ben. Ja, maar goed, het gaat wel lekker zijn. Daar ben ik zeker van. Misschien heb ik niet echt slim geweest. Kon ik ook mijn noedels koken hier in de kokosmelk. Kun je ook doen. Maar ja, iedereen maakt foutjes. Voilà. Goed laten koken. Zie je, daar is het al. Op maar lekker koken. Zorg dat het niet aanbrandt. En we gaan de kip er ook bij doen. Dan zeg heren, de kip gaat erbij. 3, 2, 1. Pop, 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 pop. Nu zijn jullie vast wel benieuwd naar het eindresultaat. Wel, ik zou zeggen, ik ga hier nog eventjes verder doen in mijn kookpot. En dan gaan we verder naar het eindresultaat. En ik ben eigenlijk voor mezelf ook wel erg benieuwd. Want ja, het is eigenlijk echt wel de eerste keer dat ik het maak. En ik vrees dat het een beetje mislukt gaat zijn. Maar... de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Mogen daarvoor wel toch zijn, maar de koks maken soms ook dingen die mislukken. Helaas, dat is nu eenmaal zo. Sojaboontjes kun je daar ook nog in doen. Ja, sojaschuiten eigenlijk. Sojaboontjes, een raar woord. Sojaschuiten kun je daar ook in doen. Je kunt daar wortelen bij doen. Je kunt daar een eitje bij doen. Je kunt dat zo goedkoop en zo duur maken als je zelf maar wilt. Maar ik kies ervoor om een goedkoop gerechtje te maken. Kost niet veel, een stukje kip, noedeltje erbij, een beetje champignonsjes en kokosmelk. Voor een goed 3 euro en al gaat het eigenlijk kiezen. Dus. En nog niet eigenlijk, maar voor 3 euro. En met dat ik aan het kijken ben in mijn kast, heb ik ook nog rozijnen gevonden. We gaan eerst een keer kijken of die nog lekker zijn. En vooral het fruiten. Want er staan er eigenlijk al een eentje in. Normaal door de gedroogde fruit zal niet slecht mogen komen. Ze zien er nog goed uit, dus wat gaan we doen? We gaan daar een beetje rozijntjes in doen. Niet allemaal, maar toch eigenlijk veel. Met potje, kip. Zo, bij deze is mijn beurtje uit. En ik ga serveren. Ja, yeah, mensen, we gaan een keertje proeven. En hoe kunnen we dat beter doen met proeven? Door een vork en een lepel te nemen. En hey, dat is massa's lekker gewoon. Wel een beetje pikant, omdat ik er te veel kippenkruiden in gedaan heb. Maar ik vind het wel lekker. Mmm. Dat is echt lekker. De kokosroom is lekker, met die kipkruiden erin. Het is eigenlijk een soort soep dat ik nu aan het eten ben. De noedels, gaan we proeven. Ja. Zoals verwacht, nu zijn veel te zacht, maar goed. We leren daaruit. De rozijntjes had ik er eerder moeten in doen, maar ze zijn nog altijd lekker. Wel warm, hè. En nu de kip.
om een keer te proeven van de cap. Oké. We gaan het zwijn uithangen. De kip die uit de diepvries komt is sowieso wel droger dan verse kip. Dat moet ik er wel bij zeggen. Maar... hij is niet... oh, dat is warm. Maar hij is niet mega droog. Nu... de tip dat ik kan geven is, je kan nu ook heel even laten bakken in uw pan, omdat die niet doorbakken is. En dan laten verder koken samen met de hele pot zoals ik dat net gedaan heb. Dan is de kip wel iets zachter natuurlijk. Nu is hij wel iets harder omdat hij doorbakken was. Maar als je hem doorbakt, ben je ook wel zeker dat hij doorbakken is. Mm. Ik vind het wel een lekker gerechtje. Ik vind het echt een geslaagd gerechtje, dat je heel eerlijk mag zijn. Het is niet een topgerecht. Op de manier van bereidingswijze dat ik gedaan heb. Een beetje verkeerd gewerkt. Maar ik vind het echt lekker. Eigenlijk is het een combinatie soep en eten samen. Dus ik heb het alle twee vandaag. Ja, ik vind het echt lekker. Dat wel. Mijn noedels zijn te ver, maar ja, dat is ook te denken. Ik heb niet goed nagedacht. Maar goed, bij deze, dames en heren, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En graag tot de volgende keer maar weer. Daar. Hey, en vergeet jullie zeker niet te abonneren op Budget Food. Want ik vind het echt wel een lekker gerechtje. Echt waar. Thuis een keer zeker proberen. En ja... volg mijn tips een keertje op, want eigenlijk is dit de video hoe dat u een gerecht doet laten mislukken. Dus bij deze. Maar goed, ik hoop dat jullie er veel van geleerd hebben. En graag tot een volgende keer maar weer. Dag!